knotteltje. Oh ja. Maar het schijnt dat de gladheid best nog meevalt, nee, met regen. Nat, nat is niet glad. Wat is glad op de weg? Alles wat ijzer is. En alles wat verf is. Ja. Dat is glad. Ja, natuurlijk bladeren en andere dingen. Ja, dat is natuurlijk ook wel. Ja. Die zijn in het algemeen glad. Ja. Daar moeten ze een punt voor hebben. Ik stap lekker op. Ik begin even lekker van de vlakjes te rijden. De laatste keer ook gedaan hebben. Ja. Niet verkeerd. Ja. Dat is even iets anders voeren, dat kan wel. Ja. Een beetje meer het gevoel dat die boven zwaarder is. Het is dan met een X46, een fiets aan de motor. En in deze is 3 centimeter verlaagd. Dat is het enige verschil wat erin zit. Ja. Stel dat de motor als die zwaar is. En deze is 3 centimeter lager. Oké. Okay. Het wegkrijg dat gaat er wel heen eigenlijk. Merk dat het een beetje goed. Eens gedaan zit er in één keer gewoon erin. Ja. Dan staat er niks voor. Dan kun je gewoon zo wegrennen. Ja. Er staat niks voor. Nee, dat... Het is gewoon echt vervolgd weer. Ja, het is vervolgd. Ja. Ja, de volgende keer wordt het gewoon, ik kom hier op het groene vlak of weer dan voor die remming op te pakken. Die hebben we toen ook gedaan, hè? Mm-hmm. Weer die remming op te pakken. Dan hebben we nog wat, snelle slalom en de uitwijk. Ja. Dan weer die ook op te pakken, snelle slalom.
uitweg uiteindelijk met 50. Want ik begin nu weer zo met 40 kaal. Ik even rustig en met komen die bloemen op. Constant. Ja. Weet je vast wel, dan ga je die achterrem duwen. Dan ga je eens kijken, die achterrem pas die motor begint af te remmen. Ja. Dan krijg je een beetje idee van hoe moet ik duwen, dat er überhaupt iets gebeurt. Ja. Het was alleen maar klak, 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 klak. Ja, maar met dan zet je voet netjes aan de boven, dan kun je gedoseerd duwen. Uh-huh. En als je dat enig komt, dan ben je altijd gelijk heel achter de trap. Oké. Ik zat in de twee, hè, met erg optrekken. Hier naar weg. Dus je staat voor de draaien brengen. Ja, dat kan. Ik doe nou zo'n hard is, want het tikt allemaal zo, dus het is duidelijk keihard. Ah ja. En dan staat je echt in de buurt. En dan moet ik proberen daar precies te stoppen. Ja, te stoppen ja. Terug te schakelen in de E. Ja. Dus wel vanaf de helft begin je te schakelen. Dan zorg dat als je binnenkomt dan de kracht van de ketting afhaalt. Zodat die op kan stoppen. Ja.
ik niet zo mis bij de snelle slalom. Zit op je zijn. Ja. Snij je het vlak, dat je hier geen grote keer uitwijkmanoeuvre maakt, snij je het vlak veel te ver van de midden heen, waardoor je hier dus goed voor de pion kunt. Dus zorg dat je voor die eerste pion ruim op tijd. Die langzame slalom komen hier, die is heel kort. Uh-huh. Daar heb je eigenlijk bijna geen tijd ja. Voor daar een fout in te corrigeren. Het wordt moeilijker. Ja, maar wat ik echt merk is dat het weer tegenwerkt. Dat het weer niet. Omdat alles nat is. Bij de droog weer had ik meer het gevoel dat het net gewoon nat is. De angst dat je hebt dat het glad is. Ja. Gaan we een beetje nemen? Noots, wat hebben jullie de vorige keer gedaan gehad? Ja, geloof ik wel, ja. Maar aankomen rijden vol in de ankers nou. Nu zei ik recht naar die witte bus kijken, die hebben ze weggehaald, ze kunnen niet meer kijken. Ja. Dus aankomen rijden tot aan de pionnen, zodat je 50 ook weer hebt. Voor blijven kijken, recht blijven zitten en vol in de ankers. Ik heb het gevoel van, hij pakt het even met dit weer. Ja. Het is meer eigenlijk de bochten weg ik waar ik mee. Het is merkelijk meer, die grip is er, ja. Maar er wat meer vertrouwen voor je eigen. Ja, het moet wel, hè. Ja. Ja, zeker. Ja. Nu kan ik het eindelijk afmaken. Nu kan ik het gelukkig eindelijk afmaken. Ja, tuurlijk.
Vol, alles wat je hebt, vol met voor en achter. Oké. En dan moet je naar die bomtoppen blijven kijken. Dan moet je naar die bomtoppen kijken. Ja, naar de bomtoppen, achter die struiken, hier door blijven kijken.